Meneer Koppes, Vic Mees, was dat de grootste voetballer aller tijden? Oeh, de... Was dat de grootste voetballer aller tijden, Vic Mees? Dat is moeilijk te zeggen, hè. Dat is moeilijk te zeggen. De beste in aller tijden. Ja, in zijn ploeg had natuurlijk. Want jij zei altijd, ik ben de beste, hè? Ja. Maar dat was meer zo... Niet echt bedoeld, hè. Jullie speelden bij Beerschot en bij Antwerp. Hoe belangrijk was die derby voor jullie? Oh, dat was... Dat was altijd... Ik vond dat plezant. Ik vond dat plezant spelen tegen de Beers. Ja. Je hebt hier wel wat grappen uitgehaald, hè, op de Bosuil. Denkt u? Dat kan ik me niet meer herinneren. Dat juist op de Bosuil was. Ik herinner mij dat je ooit eens hebt gezegd, na een doelpunt, zo'n golen maken ze niet op de buiten. Ja, dat heb ik eens gezegd. Dat was juist toen. Ja. Zeg, hoe moeilijk is dit afscheid van Vic Mees voor jou? Moeilijk. Moeilijk. Ik wist wel dat hem ziek was. Maar het is toch nog iets anders, hè, geweest. Zo plotseling. Ik was er niet goed van. Zo, ik kan het anders niet zeggen. Wel. Oké, heel veel sterkte, Rick. Dank u. Bedankt. Dank u.